Kijkers, dit is Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Proces gronduitgifte wordt verbeterd. Karel Eckhorst gaat in op uitvoering IMF-programma. En First Lady krijgt tweede COVID-vaccinatieprik. Het proces om te komen tot gronduitgifte wordt steeds verbeterd. Door de automatisering die het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer voorstaat, moeten de achterstanden die er zijn op het stuk van toewijzingen tot het verleden behoren. Naast grondinspectie is het versterken van het team van de grondinspecteurs ook een belangrijk model om de uitgifte efficiënt te doen verlopen. U hoort minister Diana Pocky hierover. Als we praten over dienstverlening, verbetering van dienstverlening naar de burgers, dan denk ik aan de communicatieunit die we hebben geopend. Daar kunnen de burgers terecht. Het domeinkantoor was bijna niet bereikbaar. De mensen kunnen dan via vaste nummers de communicatieunit bereiken. En er is ook een speciale appnummer waar ze dan hun klachten kunnen doen of aandacht kunnen vragen voor hun vraagstuk. Heel binnenkort gaan we onze website, ik denk komende week, zeker binnen 2 weken, gaan we onze website hosten. Met de bedoeling dat in de toekomst, heel binnenkort, dat mensen hun aanvragen online kunnen doen. En ook vanwege het feit, de tijd waarin we leven, de COVID-tijd, waar je niet zo makkelijk in contact moet komen met anderen, kunnen de mensen van huis uit hun grondzaken afhandelen. Weet u, de uitdaging is bijvoorbeeld, ik contact het ministerie en om een beschikking af te handelen, moet je dan moet je de juiste informatie hebben. En je komt en je ziet dat er statistieken ontbreken, informatie ontbreken. Overal op het ministerie, op de gangen, heb je je sheet gozo naar beschikking voor sma, weet je, zaken, dus administratie de afgelopen 10, 15 jaren is niet goed bijgehouden. Dus het is een uitdaging om de achterstanden in te lopen. Het is een uitdaging voor zorgutaki, alla de sma, alla de occupanten, de sma zijn occupanten, betekent niets anders dan you. Een bezet wang, pis grong, san e behoor wat trasma toe. Dus eigendom grong, pedesma, gevestigd de srefi. Dat nou een pis uitdaging pe u moet zorgen. Lek minister, voor accommodeer de sma dat hij. San o detap a juiste grong, de detap sma grong. Want a wet e verbied tap u noma, go bouw oso tap trasma grong. Dus a pis story voor occupatie, voor los a pis story dat op, nou een uitdaging. Echt nou een uitdaging en we zijn nu bezig met een Sunny Point, per zeker ongeveer 150 gezinnen dit eigendom grond voor sma per ons pay, een bedrag voor 10 miljoen SRD en voor paya bedrag dat die ook al giresma de grondpapieren die kan libi in een vervolg in zekerheid. Elke burger heeft recht op een stuk grond, maar omdat zaken zo handmatig aan toe gingen, zaken, de administratie was niet wat het wezen moet. Hebben we dan een IT-bedrijf aangetrokken voor het optimalisatie van het stresssysteem. En het probleem waarmee we te kampen hebben, is dat het namelijk zo is. Dus momenteel werkt alleen de balie in het stresssysteem. Maar voor de rest werken alle andere afdelingen handmatig. En dat met alle gevolgen van die vertraging in het gronduitgifteproces en zaken. Dus als je handmatig werkt, dan kan je niet zoveel dingen afhandelen binnen korte tijd.
is om die achterstanden in te lopen, want er zijn heel wat lopende aanvragen. Hebben we gezegd dat we dan alle afdelingen zover moeten krijgen om in het GRIS-systeem te werken. En we zijn bezig met een werkgroep binnen domeinkantoor die samen met het IT-bedrijf kijken hoe ze zaken heel snel kunnen finaliseren, zodat alle afdelingen in het proces werken. Daarmee willen we dan de achterstanden inlopen. En als we praten over verkorte procedure binnen het gronduitgiftebeleid, dan hebben we als ministerie met mijn directie en alle deskundigen gezegd van we moeten grondinspectie versterken. En hoe hebben we dat gedaan? Middels training. We hebben heel goede samenwerking met het MIGLIS en we hebben een aantal trainingen achter de rug. Dus we willen de grondinspecteurs versterken, begeleiden middels trainingen. En zo ook hebben we gezegd, de landmeetkundige afdeling moet er dan een goede samenwerking samen optrekken met de grondinspecteurs. Zodat we meer zaken kunnen afhandelen, goede, betere kwaliteit, betere grondinspectierapporten kunnen produceren. Zodat we ervan verzekerd zijn dat wat we uitgeven, dat het goed is om dan zo ook de dubbele uitgifte te voorkomen. Karel Eckhorst, Surinames onderhandelaar met betrekking tot het IMF-gebeuren, gaat nader in op deze kwestie. Binnen het herstelplan van de overheid zijn er ook zaken opgenomen die verlichting moeten bieden voor dat deel van het volk dat het extra zwaar heeft. De economie herstellen zal niet eenvoudig zijn, maar dit is wel noodzakelijk om zaken weer op het juiste spoor te brengen. Dit IMF-programma en het Surinaams herstelplan behelzen niet alleen het middellang termijn, maar ook de korte termijn. Het zijn zaken die al in 2021 beginnen. Zoals u weet, als we alle prior actions voltooien, dat we al in juli starten met dat programma. En dat is op zeer korte termijn. Het is over een anderhalve maand. De zaken die verwerkt zijn in dit programma om in elk geval de effecten van de uitvoering van het programma te verzachten voor de bevolking, zijn zaken zoals het sociaal vangnet. Er zijn de meningen daarover verschillen. Het is een sociaal vangnet nominaal tussen de 2 en 3,5 miljard SRD. De meningen verschillen dat het misschien weer aan de lage kant is vanwege de koers. Anderen zeggen het is te hoog. Dit alles is uitgerekend en er is nog ruimte voor meer. En dat zijn ook onder andere de besprekingen geweest met IDB, die onder andere wil inkomen met cash transfers mechanismen om de bevolking tegemoet te komen die dat deel dat nodig heeft. Dus op korte termijn zijn er in het HP, in het herstelplan van de overheid, zijn er een aantal projecten en programma's opgenomen die al heel snel in werking moeten treden om niet alleen de verlichting te brengen, maar ook te zorgen voor de ontwikkeling van de binnenlandse private sector, zodat die wederom de motor kunnen zijn voor economische ontwikkeling. Ik denk dat het antwoord is op de vraag over korte termijn oplossingen. Er zijn nog meer korte termijn oplossingen voor de problemen die nu spelen. Maar ik laat het even hierbij. En ik denk dat van sociale klappen van de heer Wilfred dan ook meegenomen is daarmee. Er is een sociaal programma gekoppeld aan integraal onderdeel van het IMF-programma. Een aantal van de maatregelen zijn al in werking, zoals verhoging AKB, AOV. Maar er zijn nog meer maatregelen die moeten worden uitgevoerd, die ervoor moeten zorgen dragen dat
klappen opgevangen worden. Zoals de subjectsubsidie op elektriciteit, waar er een overgang plaatsvindt van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Het is ook een van de maatregelen die in het HP is meegenomen. En die zal moeten zorg dragen voor enigszins verlichten van de sociale klappen. Ik moet benadrukken, ik heb het al in een andere meeting aangegeven. Ik ben een technische persoon. Ik ben geen politicus, geen diplomaat. Dus we gaan zaken niet sugarcoaten. Het is een zwaar programma. Het is geen makkelijk programma. We moeten hierdoor. Er heersen al jarenlang onevenwichtigheden in de economie die van tijd tot tijd steeds weer de kop opsteken, al dan niet getriggerd door economisch beleid dat gevoerd wordt door beleidsmakers. En het is nu zaak dat we voor eens en voor altijd deze structurele onevenwichtigheden in de economie gaan aanpakken. We gaan er niet in één dag kunnen wegwerken. Het zijn structurele onevenwichtigheden die decennia onderliggend in die economie zijn. We hebben jaren terug gemeten dat ze steeds weer opkomen met conjunctuur. Vooral conjunctuur in de prijzen van de natuurlijke hulpbronnen die we exporteren. En nogmaals, het hangt dan van het economisch beleid op dat moment af. Hoe zwaar die klappen komen en hoe die worden opgevangen. Dus nogmaals, we gaan het niet sugarcoaten. Iedereen gaat zijn bijdrage moeten leveren. Het wordt een zwaar jaar. Maar als we het programma uitvoeren zoals we dat hebben voorgenomen, het HP uitvoeren zoals we dat hebben voorgenomen, dan moeten we na een jaar langzaam weer uit de economische recessie komen. First Lady van de Republiek Suriname, Melissa Santokki Sinacheri, heeft haar tweede prikje van het AstraZeneca-vaccin ontvangen. Op woensdag 5 mei 2021, precies 10 weken na haar eerste prikje, kreeg de presidentsvrouw het tweede prikje toegediend in het regionaal ziekenhuis Wanica. Met deze toediening is de presidentsvrouw volledig gevaccineerd tegen het COVID-19-virus. Voorafgaand aan het inenten werd eerst de bloeddruk van de presidentsvrouw opgemeten. Nadat zij het vaccin ontvangen had, werd zij voor 15 minuten geobserveerd. Ik voel me normaal, zei de First Lady na de observatietijd. De First Lady doet een beroep op een ieder om zich te laten inenten tegen het COVID-19-virus. Zo zullen wij ervoor zorgen dat Suriname op een snellere manier COVID-19-vrij kan zijn en ons leven weer terugkeert naar het oude. Op dinsdag 4 mei 2021 werd een aanvang gemaakt met de tweede fase van vaccinatie van zij die reeds de eerste prik ontvangen hadden. Nog even uw aandacht voor het volgende. Het aantal besmettingen baart de overheid nog steeds zorgen. Behalve het in acht nemen van de maatregelen is het van belang dat u zich in de strijd tegen het COVID-19-virus laat vaccineren. Hoe meer mensen zich laten inenten en zich houden aan de regels, hoe sneller wij terug kunnen keren naar het normale leven. Dit was Focus. Wees lief voor elkaar. Goedenavond.